als je een thermometer zou zoeken om te kijken hoe het staat met het geloof in de kerk, zou je de thermometer kunnen gebruiken van het aantal roepingen dat er is. In een gezonde kerk zullen er ook roepingen zijn. Nu is er ook nog een andere thermometer die dezelfde uitslag geeft als die eerste thermometer over priesterroepingen. Op het ogenblik in Limburg zijn er geen Nederlandse priesterstudenten meer op het seminarie. De laatste, en sinds jaren ook al eigenlijk bijna de enige die op Rolduc studeerde, is afgelopen zaterdag priester gewijd. Maar die andere thermometer geeft een minstens even desastreuze situatie aan van hoe het met de gezondheid van onze kerk en ons geloof is. De thermometer van het aantal huwelijken. Het zal u niet verbazen als ik zeg dat, het is niet de eerste keer dat ik het vermeld, dat ik al jaren geen huwelijk meer heb ingezegend. Aan het begin van mijn priesterleven waren er dat heel veel. En samen met pastoor, waar ik kapelaan mocht zijn, misschien 20, 30 per jaar in één parochie. Nu samen met de deken hebben, denk ik, voormalig waren dat 6 parochies, waar huwelijken, net zoals in den landen, niet meer gebruikelijk zijn. Het is niet het enige sacrament dat verdwenen is in de praktijk, het sacrament van het huwelijk. Zoals ook het sacrament van het priesterschap onder Nederlanders blijkbaar zo goed als verdwenen is, en het sacrament van boete en verzoening, de biecht, al 60 jaar uit de praktijk verdwenen lijkt te zijn. Moeten we ons daarbij neerleggen? Aan de ene kant denk ik, we kunnen niet anders dan de realiteit accepteren zoals die is en tegelijkertijd vasthouden aan ons geloof. Een katholiek geloof met 7 sacramenten. Daar kunnen wij met commissies of met wat dan ook geen sacrament van afhalen. Die horen bij onze kerk. Wezenlijk. Die raken dus het wezen van ons geloof. In de eerste lezing hoorden we het verhaal van Tobias. Tobias die in de echt verbonden zal worden met Sarah. En er staan een aantal elementen in dat verhaal, dat wellicht zo'n 3000 jaar oud is, die ook gelden voor ieder huwelijk van mensen die geloven. Ik moest denken bij het volgende aan iets heel actueels. Het eerste is, hij komt, deze Tobias, bij Rachel. En Rachel is blij dat er dan iemand is van zijn eigen volk met wie zijn dochter kan trouwen. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat God u tot mij heeft gezonden, opdat mijn dochter in de echt verbonden zou worden met iemand van haar volk. En dan gaat het niet om het volk van Israël, het gaat om het Joodse volk, om het volk van God. Hij zegt, ik ben blij dat mijn dochter kan trouwen met iemand die ook gelooft. Dat in onze dagen zeggen dat dat belangrijk is, trouwen met iemand van jouw geloof, dat lijkt bijna op vloek in de kerk. Mensen zijn toch vrij om te trouwen met wie ze willen? Ja, oké. Maar kijk eens naar een datingsite. Wat voor een voorwaarden daar worden gesteld? Ik zoek een partner en die moet, zoals ik, graag wandelen, want ik wil op in het weekend minstens een paar uur samen wandelen. Ik ben een museumliefhebber en ik verwacht van mijn toekomstige ega, man, vrouw, dat ze ook mee museums bezoekt. Verder heb ik nog deze en die hobby's en dat moeten we wel gemeenschappelijk hebben. Want men begrijpt dat het belangrijk is dat als jij op vakantie wil gaan, dat de ander mee op vakantie wil gaan. En als jij veel wil wandelen, ja, dan wil je dat niet alleen doen. En het geloof? Is het geloof niet iets wat ook gemeenschappelijk mag zijn? Een gemeenschappelijk fundament dat zoveel sterker is dan een gescheiden fundament? Hoe wil je je kinderen
het geloof doorgeven als de ander niets ziet in dat geloof. Niet dat zo'n huwelijk niet mogelijk is, maar de kerk vraagt dan wel aan de niet-gelovige partner om de gelovige partner niets in de weg te leggen om zijn of haar geloof te beleven en dat ook door te geven aan de kinderen. Maar het zal er niet gemakkelijker op worden. En daarom wordt als eerste hier genoemd: ik ben blij dat ze in de echt verbonden kan worden met iemand van haar geloof, van haar volk. En Tobias en Sarah trouwen dan. En dan staat er dat hun handen in één worden gelegd en de volgende zegen wordt uitgesproken: de God van Abraham, Isaac en Jacob zij met u, hij verenige u en mogen zijn zegen ten volle over u uitgestort worden. Hij verenige u. Christenen worden een echt paar door Christus die hen verenigt. Het is God die de harten van man en vrouw in één smeet. Het is Christus die als een derde zijn ja-woord geeft en zegt: ja, ik zal jullie trouw zijn in goede en kwade dagen, in voorspoed en tegenspoed, in ziekte en gezondheid, alle dagen van je leven. Dat is heel wat anders dan een samenlevingscontract dat je in allerlei vormen en gradaties kunt krijgen. Want in al die contracten die blijkbaar voor bijna 100% nu gesloten worden, komt God niet voor. Je bent gelovig, tenminste dat beweren veel mensen. Je zegt in God te geloven, maar bij een van de belangrijkste momenten van je leven wil je zijn zegen niet ontvangen. Je wilt dat je ouders en je broers en zus en familie erbij zijn. Je overstelpen met cadeaus, het moet een groot feest worden. Mensen wachten ook tot de coronapandemie voorbij is en dan krijgen we grote feest. De enige die niet wordt uitgenodigd is God. Hoe is dit mogelijk? Dit is alleen mogelijk als God niet een belangrijke plaats meer inneemt in ons leven. Voor christenen geldt wat voor Tobias en Sarah geldt. Het is God, hij verenigt u. Van wie heb je het leven gekregen? Heb je dat gemaakt? Hebben jouw ouders jouw leven gemaakt? En hebben zij jouw ziel gemaakt? Of ben je een schepping van God? Ben je een kind van God? Wel nu, als je kind van God bent, wil je dan niet die God die jouw vader is vragen: u bent het die ons geschapen hebt. U bent het die ons bijeen wil brengen. En wij hebben uw zegen nodig om deze hoge roeping ook waar te kunnen maken. En dan, voordat ze gaan samenleven, nemen ze een tijd van onthouding en bidden. En voordat ze het huwelijk voltrekken, bidden ze het volgende gebed waarin Tobias zegt: wij zijn kinderen van de heiligen en kunnen dus het huwelijk niet beginnen zoals de heidenen die God niet kennen. Ik herhaal. 2021, wij kunnen het huwelijk niet beginnen zoals de heidenen die God niet kennen. Hoe beginnen de heidenen een huwelijk? Door met elkaar naar bed te gaan. Een van de kerkvaders, een grote heilige uit de tweede eeuw, zegt al: wij christenen, wij delen wel de tafel, maar niet het bed met anderen. En Christus is in al zijn vragen, al zijn antwoorden die hij krijgt, heel stellig over het huwelijk. Hij verwijst naar het boek Genesis. God die man en vrouw geschapen heeft. En wat God verbonden heeft, zal een mens niet scheiden. Zijn wij dan opnieuw heidenen geworden? Ik vrees dat het antwoord positief beantwoord moet worden. Wij zijn katholieken van huis uit, maar we hebben het huis van de kerk van God verlaten. Wij leven als heidenen. Wij kennen het huwelijk niet meer zoals God ons dat geeft. Is dat dan allemaal wat ik u vertel, en ik bespaar u alle getallen, iets om moedeloos van te worden? Nee.
Christenen worden nooit moedeloos. Want het kan nooit zo donker zijn, ook niet in de kerk, of het licht van Christus blijft schijnen. En in een donkere nacht zal dat ene echtpaar dat het licht van Christus aanneemt als een vol flonkerende ster zijn in een duistere nacht. En die ene ster zal meer opvallen dan alle duisternis daaromheen. En het is fantastisch als je af en toe ook als priester van deze stellen tegenkomt. Die geloven. Die vertrouwen op Gods bijstand. En met zijn zegen in het sacrament van het huwelijk op weg gaan. Dat zij voor ons allen lichtende voorbeelden mogen zijn. Hoe God zijn schepping wil. En hoe dat gebod waar Jezus over spreekt in het evangelie. Bemind u naast als uzelf. Ook in het huwelijk tot vervulling kan komen. Mogen God allen die van elkaar houden en in hem geloven, met die rijke zegen blijven begeleiden.